Vlogmas dag 9 en dat betekent dat we weer een vakje openmaken. En ik zie hem al gelijk zitten, dus laten we die gaan openmaken. Oh, lekker hoor. Ja hoor. Hey, goedemiddag. Ik fietste daar net langs twee meisjes en ze hadden echt een vette bitch fight. Van, nee, maar jij liep weg en jij moet... Daar moet ik gewoon altijd heel erg om lachen. Trouwens, het is weer laat, want... Oh, ik ben aangereden. Het is weer laat, want ik had door mijn corvée. Het houdt in dat ik dan de hele klas moet schoon gaan maken. En daar hou ik gewoon totaal niet van. Maar ik ben het gewoon volgens mij één keer in het jaar of zo een week van die corvée. En dat is gewoon kut. Maar ja, nu moet ik dus elke week tot ongeveer 15:15 blijven. En... ja, dat is niet zo chill. Ze zijn hier lekker aan het bouwen. Ik weet niet precies wat ze aan het bouwen zijn. Maar leuk, feest. Kijk hoe mistig het is. Het is echt niet goed hoor. Het is ook echt vet koud. Godsamme. Dus heeft een cakeje voor me bewaard. Yay! Ze stikt zichzelf met haar sjaal. Lekker. Ik heb ook fondant voor de oppersjaal. Fondant? Oh my godje! Ik ben terug van school. Ik heb chocola en ik heb net mijn cakeje opgegeten. En ik ben Femke's vlog aan het kijken. En dat is leuk. En misschien merk je al wel een beetje kwaliteitsverschil. Ik film nu met mijn camera en ik heb besloten om thuis gewoon even met mijn camera te filmen. Gewoon. Dus mijn mobiel kwaliteit, dat is gewoon, dat sucks. Trouwens. Daarnet heb ik met Britt het idee gemaakt dat we zo zomerdagen dan kerstfilm samen gaan kijken. En dan gaan we lekker eten doen en dan wordt het gewoon super gezellig. Dus ja, daar heb ik echt heel erg gezin in. Dat gaan we vanavond doen trouwens, als alles goed doorgaat. Want misschien mag het niet van haar ouders, misschien mag het niet van mijn moeder. En ja, dat soort dingen. Ik ben echt zo boos over dat gewoon Taylor Swift niet meer op Spotify staat. Ik vind het zo irritant. Ik hou van Taylor Swift, ik hou van haar muziek. En gewoon, omdat het niet op... Omdat het niet op Spotify staat, dan luister ik haar veel minder. Maar ik wil telkens dingen opzoeken van haar en dan staat er niet meer op. Ik vind het zo irritant. Godsamme. Ik ben nu klaar met Nederlands en ik ga nu beginnen aan economie. Gewoon even een update. Ik moest best veel aan huiswerk doen en ik wil het nu gewoon af hebben. Zodat ik gewoon vanavond kan chillen bij Britt. En ja. Trouwens, jongens. Zoals ik al eerder had gezegd, vrijdag komt de kerstspecial online. Ik ben er best excited over. En ja, ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Alleen, ik vond het wel jammer, want ja, ik had niet super veel tijd om aan te werken. Omdat ik gewoon een heel druk weekend had. Dus hij is minder leuk uitgepakt dan ik het had gewild. Maar ik ben er nog steeds wel blij mee. Maar ja, nou, weet je wel, ik had hem net iets wat leuker gewild. Maar ik ben er wel blij mee. Maar ja, ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En ik vind het ook gewoon leuk dat ik weer een keer een normale video ga uploaden. In plaats van alleen maar vlogs. Want ik vind vlogs ook leuk hoor, maar daar niet van. Alleen ik vind het gewoon echt heel erg leuk om ook gewoon weer een keer een normale video te doen. Omdat ik heel erg hou van kerstvideo's. Dus dan vind ik het ook leuk om die zelf te maken. Dus, doei! Mijn moeder wil het even weer allemaal verpesten. Ik en Britt gingen dus chillen. En een ladies night houden. Nou, gewoon gezellig. Kerstfilm kijken, allemaal leuke dingen doen. Jongens, ik ben een verlanglijstje aan het maken. Want ik ben huiswerk en studentgedrag aan het tonen. En ik vroeg me af, lijkt het jullie leuk om een giftguide te zien? Want ik vraag me af van, het lijkt me heel erg leuk om het te filmen. Maar ik weet niet echt of jullie er iets aan hebben. Omdat, weet je wel, sommige mensen in Nederland vieren kerst niet zo groot. Dus ik weet niet of jullie iets aan hebben. Maar het lijkt me heel erg leuk om een giftguide te doen. Of tenminste iets van, what's on my Christmas list of zo. En dan een beetje een combinatie daarvan. En dan te kijken van... Wat kan je geven? Wat kan je vragen tijdens kerst? Dus ja, als jullie dat willen zien, moet je dat even in de comments achterlaten. Maar vanavond ga ik dus niet naar Britt. Dacht ik eindelijk iets leuks te gaan doen in een vlog. Maar nee, nee hoor. Ik ben weer lekker de hele avond in mijn bedje. Jongens, ik kan me gewoon echt niet concentreren. Ik zit trouwens ook weer in mijn bed. En dat is omdat, zal ik maar zeggen, mijn kamer echt een vreselijke rotzooi is. En ja, het is best wel erg. Maar toen ik dus... zondag mijn spriezen ging maken. Toen
heb ik er echt een troef van gemaakt. En nu ben ik het gewoon te lui om te rijden. Ik heb er geen zin in. Dus ja, dat. Jongens, ik ga de finale kijken van Are You The One. En ik zal niks spoilen. Oh, lekker ingezoomd. En ik ben echt zo excited. I just had dinner. And it was delicious. Ik ben nu eventjes de puntjes op de i aan het zetten van mijn economiepresentatie. Hij telt best wel veel mee. En ja, ik weet niet. Ik heb niet het gevoel dat ik hier erg goed voor heb voorbereid. Maar we zien het morgen wel. Maar ja, en ik ben tegelijkertijd alles een beetje door elkaar aan het doen. En ja. Maar ja, ik ga hier mijn vlog afsluiten. Ik moet hem nog editen. En dan ga ik slapen. Want ik wil gewoon vanavond vroeg in bed liggen. Want vorige keer, gisteren was het 11:30 geworden. En ja, ik was gewoon vet moe de volgende dag. Dus vanavond ga ik gewoon vroeg naar bed. En ik ga nu editen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ja. Ik zeg altijd en ja. En dan krijg ik ook echt zo van de laatste tijd van. Waarom stop met dat zeggen? En ik weet het is zo irritant. Maar het is gewoon echt een automatisme bij het vloggen. Maar oké, ik moet hem afsluiten. Oké, doeg.